Een laatste stofklasse waar we het uitgebreider over hebben zijn de aldehyden en de ketonen. Ik neem ze samen omdat ze allebei een beetje vergelijkbare structuur en typische groep hebben. Aldehyden, daar kennen we als mooi voorbeeldje methanol van. Dat is hetzelfde als formol, sterk water, de vloeistof waarin we organen of diersoorten kunnen bewaren. En voor ketonen kennen we voornamelijk aceton. Aceton of propanon, onder andere in nagellak remover te vinden. Ze bevatten dus allebei die hele typische carbonylgroep, een koolstof dubbelgebonden aan zuurstof. Bij aldehyden staat die op het einde van de keten, dus op de laatste koolstof, en bij ketonen ergens middenin de keten. Nu, die carbonylgroep heeft altijd een dubbele binding. Dat betekent één sigma-binding en één zwakkere pi-binding. En die binding is daarboven nog wat gepolariseerd. Dat betekent meer En voor zuurstof dan voor koolstof. Additie, omdat er een pi-binding is, polarisatie vergemakkelijkt dat een beetje. Het oxidatiegetal van de koolstof, die typische koolstof uit de groep, is bij aldehyden wat lager dan bij de ketonen. Bij aldehyden is die in dit geval 0, dat is bij methaanaldehyde, methanol dus, en bij alle andere aldehyden plus 1. En bij de ketonen is dat wat hoger, die koolstof. Zijn oxidatiegetal is namelijk plus 2. En daarom kun je aan aldehyden nog wat zachtjes verder oxideren tot een hoger oxidatiegetal en kan dat bij ketonen niet meer. Denk aan de testjes bij de alcoholen, daar is dat al eens ter sprake gekomen. Dus aldehyden kan je nog verder zachtjes oxideren, je weet al tot wat? Juist tot carbonzuren, ketonen kunnen dat niet meer. Goed, eerst starten we met de verbrandingsreactie misschien eens, dan wat over additie en dan wat over die zachte oxidatie. Verbranding, in dit geval van een aldehyde, het is een keer ethaanaldehyde, dus ethanol. Ook dat levert altijd CO2 en water op en een pakket energie. Iedereen zou dus zo'n reactie juist moeten kunnen schrijven. Additie. Additie, daar gaan we twee soorten bij bekijken. Twee soorten die ons een beetje koppelen aan de voorbije stofklassen. De eerste is een additie met waterstofgas. En je kan dat ook beschouwen als een reductie. Additie met waterstofgas, ik heb dat uitgeschreven voor een aldehyde als voorbeeldje en een keton. Dat zijn geen reactiemechanismen, dus er zitten daar geen invloedsfactoren, geen tussenstappen en zo verder. Gewoon puur start en einde. Aldehyden, hun carbonylgroep op het einde van de keten, met waterstofgas. Additie betekent dat je aan je dubbele binding een groepje links en een groepje rechts gaat toevoegen. Dus helemaal in het begin, bij de alkenen en alkynen ook zo geweest. Dus één waterstofje komt terecht op de middelste, op koolstof, en de andere komt terecht op zuurstof. Op die manier merk je dat je twee waterstofjes hebt toegevoegd en dus wel een additie hebt gedaan, en er zit geen dubbele binding meer in. Eindproduct is een alcohol. En het is een primair alcohol, want je OH-groep staat op een koolstof, en die keten loopt maximum in één richting verder. Aldehyden worden dus gereduceerd tot primaire alcoholen. Omgekeerd was het ook waar, hè? Primaire alcoholen kon je zachtjes oxideren tot aldehyden. Dus als alcoholen naar aldehyden een zachte oxidatie is, dan moet dit nu wel een reductie zijn. Ketonen kunnen net hetzelfde als een reactie ondergaan. Eén waterstofje gaat naar de koolstof, één waterstofje naar de zuurstof. Ook dit levert een alcohol op. Maar dit noemen we een secundair alcohol. OH staat op een koolstof en die is gebonden aan twee andere ketens. Secundair alcohol.
Ook dit is een reductie, want de omgekeerde fase van secundair alcohol naar keton was ook mogelijk, ook dat was zachtjes oxideren. Ja, dus aldehyden naar primair, ketonen naar secundair. Een reductie, een additie met waterstofgas. Een tweede soort additie is een heel speciaal geval. Het is een additie met wat we het Grignard-reagent noemen. En het is het middel bij uitstek om aan ketenverlenging te doen. Om je koolstofketen dus eens wat langer te maken en niet te kraken of te knippen in kortere stukken. Wat is dat Grignard-reagens voor iets? We noemen dat een organomagnesiumverbinding. Het is dus iets organisch waar ook magnesium in verwerkt zit. Kortweg kun je dat schrijven als R, een koolstofketen, magnesium en chloor. Bijvoorbeeld CH3, magnesium en chloor. Goed, dit is in staat om voor één keer niet een carbocation af te leveren, maar een carboanion, dus een negatief geladen koolstofstukje. En dat komt omdat magnesium een metaal is en metalen zijn geneigd om hun elektronen af te staan. Dus als je dat laatste lijntje bekijkt, dan zegt magnesium aan koolstof, jij mag dat elektronenpaar houden. En daardoor word je een keer negatief. En magnesium met één chloortje is dan een keer positief. Oké, dus we beschikken voor één keer over een carboanion, een negatief geladen koolstofstukje. En daarmee gaan we additie uitvoeren. Goed. Algemeen kunnen we dus schrijven R-min, bijvoorbeeld CH3-min. Gaan we dat toevoegen aan een aldehyde en we gaan dat ook een keer toevoegen aan een keton. R-min. Als die dubbele binding gaat breken, dan gaan de elektronen zeker gaan naar diegene die ze het liefst wel hebben. En dat is zuurstof, meer EN-waarde. Zuurstof is dus negatief geladen. En die koolstof is daardoor één keer positief. En daarom vliegt dat koolstofstukje, negatief geladen, naar de koolstof rechts op onze keten of onze structuur. Hij hecht zich daarop vast. Daardoor is de keten echt wel een stukje langer geworden. Hij was maar twee koolstoffen lang en nu loopt dat verder naar boven en heb je aan ketenverlenging gedaan. Het enige wat je nog moet doen, dat is van die O naar iets neutraals gaan en je doet dat dus in zuur milieu, waar veel H-plusjes voorkomen. Aldehyden kunnen op die manier naar secundaire alcoholen overgaan, omdat je OH-groep nu staat op een koolstofje en die keten loopt in twee richtingen verder. Ketonen, net dezelfde manier van werken. Je dubbele binding breekt, de elektronen gaan naar O, zuurstof krijgt ze dus, en je negatief geladen ion vliegt naar deze koolstof die positief was. Hecht zich daarop vast, ook daar is de keten een stuk langer geworden. En in zuur milieu maken we dus een tertiair alcohol. Dit is de enige manier die wij zien om een tertiair alcohol te maken. Dus als je ooit eens een tertiair alcohol moet fabriceren, dan doe je dat op deze manier. Dit moet zeker je eindstap zijn. Oké, voor Grignard. Dit zijn onze twee additiereacties. Daarnaast was er nog een mogelijkheid om onderscheid te maken tussen aldehyden en ketonen op basis van zachtjes oxideren. Aldehyden kunnen dus nog een stapje verder geoxideerd worden. Ketonen kunnen dat niet. Ze hebben al een te hoog oxidatiegetal. En de testjes Tollens en Schiff zijn we al eens tegengekomen. Er bestaat ook nog een Fehling-test. Het zijn allemaal testjes waarmee aldehyden kunnen reageren en ketonen dus niet. Schiff, daar hadden we het al over gehad.
het schip verjagens, dat diende dus om aldehyden verder om te zetten. Was met een paars en een roze kleurtje. Tollens test was iets met zilver. En feeling hadden we nog niet gehad. Dit is de feeling test. Feeling test maakt gebruik van een koper 2+. En koper 2+ zet daarbij om naar koper 1 keer plus. Van blauw naar rood, dat zijn de kleurtjes, hebben we dus niet in een filmpje gehad. Wat we wel onthouden, dat is, de feeling test laat aldehyden zachtjes oxideren tot carbonzuren. Maar dat wist je al. Feeling maakt gebruik van koper 2+ naar koper 1+. Je hoeft niet de hele reactie te kunnen juist schrijven. Dus aldehyden naar carbonzuur, koper 2+ naar koper 1+. De Tollens test doet net hetzelfde. Aldehyden zachtjes oxideren naar carbonzuren. Hij maakt gebruik van zilver 1 keer plus en dat gaat naar zilver puur metaal, een zilverspiegel, dus je ziet zilver echt wel verschijnen. Als dit zachtjes oxideert, dan moet je reagens wel zachtjes reduceren. Nee. Dat was bij koper daarnet ook zo. En de ingewikkeldste, dat is eigenlijk de Schiff-test. Daar hoef je niks van te onthouden van kleurtjes of stoffen. Alleen maar dus, aldehyden gaan verder naar carbonzuren. Dat is het enige wat belangrijk is. En daardoor ga je dus een soort paarse kleurtje zien verschijnen. Oké. Dan hebben we een overzichtje van onze aldehyden en ketonen om af te ronden. Aldehyden kon je zachtjes oxideren naar carbonzuren. Daar zijn we mee geëindigd. Ketonen, die kunnen dat niet. En voor de rest hebben we addities gezien. Additie met waterstofgas, een soort reductie, om primaire alcoholen te maken. Of bij ketonen om secundaire alcoholen te maken. En het Grignard-reagens, daarbij maakt je van aldehyden secundaire alcoholen en van ketonen tertiaire. Op die manier hebben we ook weer een overzichtje gehad en is ook deze stofklasse achter de rug.